Oké, let's go. Ja, klaar. Heeft nooit afgestaan. Heeft nooit afgestaan, oei. Al die ontboezemingen. Wat heb jij dus nu op? Ja, dat telefoonnetje met je vrouw was wel niet voor publicatie vatbaar. Hè. Daar ben ik zelfs schaal van. Goed. Hey Matthias. Ja, Andy? Ja, sorry, ik had er zelf ook meer van verwacht. Belgium 12 points. Polen, trots en sterk, debuteerde Fier in 94 met Tonija, een plezier. Editha Gorniak's stem, zo helder zo klaar, bracht Polen bijna aan de top, heel zeldzaar. Sindsdien een reis met ups en downs, van volksmuziek tot moderne sounds. Hold the line, Color of Your Life, Polens echo in de Eurovision Stride. Elk jaar een kans, een nieuw begin, Polens hartstocht, nooit meer zin. Nooit meer zin? In Eurovision's veelkleurig feest is Polens deelname nooit voor niets geweest. Allee, eerste deelname in 94. Beste resultaat tot nu toe? 94. Tweede plek. Was Australië ook al tweede jaar op rij. Allee, tweede jaar dat ze meededen. Beste resultaat. Dus in het begin vindt iedereen dat spannend als ze erbij zijn. Ja, voilà. Dat is bij Australië ook allemaal. Vind het leuk. Kom, we gaan die stemmen geven. Maar kijk, hè. Dat is dan het resultaat, hè. Voilà. Dit jaar... Vorig jaar. Laat ons daarmee beginnen. Blanca. Vorig jaar. Blanca Paloma. Was Paloma? Paloma Blanca. Op zijn minst gezegd... Fraude dossiertje. Ja. Dat was volgens mij... Met de zoon van het ja. Dat was inderdaad zo wat aanhouwerij. Waardoor dat die dan mocht gaan. Terwijl dat er andere betere nummers waren. Ja. Dat was zeker geen slecht nummer, nogthans. Nee. Maar dat was wel zo wat... veel streken was dat. Laat ons gewoon zeggen gelijk als het is. Dat is een Ariana Grande-achtige optreden, madame. Zo qua stijl. Ja. Misschien niet qua streken. Nee, deze was echt heel veel streken. Ja. Deze was echt maar wel qua streken. Kleren en zo, had ik zo die vibe bij Blanca Paloma. Ja, wat zong die ook alweer? Die zong... Solo. I'm going solo, going solo. Ja. En? 19e's. 19e's, niet zo... Ja. Halve finale wel doorgegaan, maar dan 19e's in de grote finale... Ja. Savakus. Dit jaar gewoon van onder. We staan gelijk met Australië, 28e plaats. Dus allemaal, ja, alles van onder is gewoon zo minder dan 1%. Hè. Er is niet dat er daar nog heel veel over en onder elkaar gewipt wordt. Dus ja, bovenaan nog altijd dezelfde 3-4. Mm-hmm. Eigenlijk 4. Zwitserland, Kroatië, Nederland, Italië. Waarbij dat ik nog altijd hoop op Nederland. Want dan kunnen we volgend jaar gewoon live verslag uitbrengen. Dat zou cool zijn. Mm-hmm. Oh, nee. Wat gaan we dit jaar doen eigenlijk? Batterij bijna leeg, zegt mijn laptop. Oké. Even stoppen. Wat gaan we dit jaar eigenlijk doen? Hoe gaan we dit jaar doen? Dat weet ik eigenlijk nog niet. Nog, ik ga niet de live doen zelf voor de halve finales, denk ik. Nee. Maar misschien de finale. Ja. Zo gewoon eens we gaan gewoon. Ik ga zeker vast kijken. En misschien dat ik wel... live verslag uitbrengen, zijnde van gewoon in korte TikTok-snippets of zo, weet ik veel. Gewoon zo heel de tijd TikTok vol spammen met dingetjes. Zou kunnen. Is dat goed? Weet ik niet. Ja, ik weet gewoon het niet. Gewoon zien. Je moet het eens testen. Het is heel... op dat moment, hè. Het is heel live, hè. Dus een live is idealiter wel, hè. Misschien wel. We gaan het uitzoeken. Misschien dat ik wel een live doe waarin dat ik zo een tabletje over mijn schouder zit, dat ik op tv zie op het tablet. Dan kom ik terug bij u kijken. Mag. Je bent welkom. Ah ja, maar dat is niet zo hartelijk. Maar hoe ik zal wel zien, mag ik die ODNA halen? Natuurlijk wel. Stik maar op een krekkennutje. Zeker, stik er niet. Is dat weer zo'n nutje dat van achter in mijn keel gaat blijven zitten? Of niet? Dat weet ik niet, maar krekkennuts link ik met Polen. Want die zijn ook een harde noot om te kraken, Polen. Hoe? Wat weten we erover dan? Van het lied van dit jaar. Dit jaar? Geen kloten. Jij gaat mij dat vertellen, want jij hebt onderzoek gedaan. Zeker. Voorbereiding. Luna. Op en top. Luna. Amore loco, mare luna. Nee, ken ik amore niet. Amore me. Nee, ik ken enkel Luna, love good. Oké, Harry Potter. Maar amore loco, mare luna, is dat ook niks, het had ook niet een songfestival te maken? Ja, geen idee. Hoor. Amore loco, mare luna. Amore loco, mare luna. Nee. Geen idee van waar het komt. Het zit ergens in mijn hoofd liggen. Zangeres Luna.
is jong, 24 jaar, studenten, singer-songwriter en yoga-leraar is. Voilà. Tevens... Heel wit haar. Zo, we hebben dat deze jaar nog wel eens tegengekomen. Doen dat ook goed? Ja, inderdaad. Absoluut, ze zet er wel wat van weg. Ze heeft zo rood pakje aan, rode, zo wat rode schminken per ogen. Ja, ze jong meisje. Is een eerste keer, nee, niet een eerste keer, maar in tegenstelling van de vorige jaren, hebben ze er nu voor gekozen om een selectie achter gesloten deuren te houden. Dus niet op een tv niet meer. Terecht, meld die heisa vorig jaar. Voilà, ik denk dat vorig jaar een beetje te zwaar geweest was. Nu, er waren 212 inzendingen. Dat is toch wel veel om te beluisteren. Ja, Sluna is ermee gewonnen met 1 puntje verschil. Oh. Ja, goed, hè. 1 puntje meer dan Witcher Tarohoro. Mm. En dat zou blijkbaar... dat is het nummer Witcher Tarohoro. Van een andere ex-songfestivalkandidaten, Justina, die uit 95 met Sama meedeed. In het tweede jaar dat ze dus meededen. Worden die eigenlijk betaald, deelnemers aan het Eurovision Songfestival, door hun land? Ik ga ervan uit dat die betaald worden in podium. Ik weet dat eigenlijk niet. Dat die daarna worden geboekt. Ja, gewoon het, nee, ja, ik wil er eigenlijk maar zeggen, gewoon met de verspreiding van hun figuur, lijkt mij. De marketing. Ik denk dat de marketing betaald is. Ik denk niet dat die een stortingsje krijgen van... dat weet ik eigenlijk niet. Geen enkel idee. Ik ook niet. Ik ken ook geen deelnemer waar ik het eens aan kan vragen. Ja, we zitten wel in de scene nu, hè, met onze podcast. Moesten alle deelnemers van Eurovision van vroeger even zoals kunnen laten weten... Ja, of de Belgische deelnemers, hè. De Belgische deelnemers maar, kunnen toch antwoorden? Ja, zeker, maar ik ken toch geen Belgische deelnemer? Ja, als we nu namen zeggen, dan kun je die taggen op social. Oké. Okay. Laura Tesoro. Ik wil gewoon heel graag dat Laura Tesoro mijn bericht stuurt. Of Gustav. Of Sergio. Of Musti. Of Kate Ryan. Worden jullie betaald voor naar het Eurovision te gaan? Krijg je iets toegestopt? Mm. Want gelijk de Rode Duivels, je zou ook zeggen, dat is goed voor hun carrière dat je Rode Duivels bent. Komt natuurlijk wel op voor uw land. Die worden betaald per wedstrijd ook wel. Mm. Dus krijgt een deelnemer, zal ook landafhankelijk zijn, ook iets, een loontje. Of mogen die een factuurje sturen voor te representen? Loreen heeft vorig jaar met de winnen... Ah ja, nee. Wat verdiende Loreen met het Songfestival? 188.000 euro. Maar dat komt door de ruim 50 miljoen streams. Mm. Dus misschien niet rechtstreeks. Dus 50 miljoen streams is 188.000 euro. Ja. 50 miljoen tegen, hè? Dat slaagt keihard tegen, hè. Dat slaagt keihard tegen. Toch in vergelijking met vroeger, denk ik. Het zal zijn. Ja, cd's, hè. We zullen er al meer aan verdiend hebben. Maar ja, mijn kinderen kennen dat niet, zijn cd. Nee. Die denken, wel, die kennen dat wel. Maar het zijn altijd verhaaltjes dat erop staan. Ja, ja. Geen muziek. Muziek op cd, dat heb je thuis niet. Oké, okay, zullen we even luisteren naar Luna Lovegood? Heel graag. Zet jij het terug op? Ja. Hoping for a star to fall. Something I can make a wish on. Could it be that I'm not full? But we all, we all, we all. Nu mijn mening zeggen over Polen. Ja, dus Polen. Goed lieken, heel catchy. Ja. Positief deuntje. Zeer mooie vrouw, vind ik. Ik vind vrouwen met een speciale neus vind ik heel aantrekkelijk om een of andere reden. Vroeger was er bijvoorbeeld die serie Blossom. Dat was heel vroeger, toen ik kind was. En ik was echt verliefd op dat hoofdpersonage. Dat was een meisje. Die had ook zo'n specialere neus. En dat is dezelfde actrice die ook Amy in de Big Bang Theory speelt. Mayim Bialik. Dus die heeft een beetje een grotere neus, dacht ik. Groter of specialer. En ik vind dat altijd zeer aantrekkelijk. Dus een mooie verschijning. Kan ook goed zingen, vind ik. Het was een clip, maar in de comments zeggen ze dat ze ook een heel mooie stem heeft. Het was heel positief, upbeat. Ik vond het al zeer catchy de eerste keer dat je het hoort. Dus dat is al verrassend voor mij. Want ik was ook al aan het denken van, als ik dat nu een paar keer in een auto luister, ga ik dat nog veel beter vinden.
Dus het is echt een heel positief liedje dat je niet vlug gaat skippen, denk ik. Dus geen winnaar. Maar ik ga er nu wel vanuit dat dat het heel goed kan doen in de finale. Het is een positief liedje, maar het gaat niet echt over een super positief thema. Allee, zijn er heel veel thema's. Heel veel liedjes dit jaar gaan ze over gevoelens en over... Gevoelens. Ja, bye. Oh. En deze gaat over de Tower of Negativity en de Limited Potential. En ze zeggen, create your own rules in the world. Your own terms and build your own tower. Dus eigenlijk gewoon een beetje zo'n een carpe diem toestand. Niet te negatief. Ja, gaar voor. Ja. Dus wel positief. Zeker. Er is veel negatief, maar gaar maar voor. Ja. Ja, visueel vind ik nog dat ze... ze doen mij wel wat denken aan zo Lady Brienne van Game of Thrones. Qua uiterlijk. Qua uiterlijk. Het clipje gaat over de tower, de toren. Maar er wordt dan in het clipje heel veel de link gelegd met de Queen's Gambit, precies zo. Hè, dus een schaakspel. Ook toren zien, hè? Ja, maar ik weet niet wat dat nu eigenlijk de dingen is. Is het misschien omdat er in schaak... heel veel regels zijn die dat je dat, want op een gegeven moment doen ze ook gewoon alle pionnetjes tegelijkertijd naar voren. Voor mensen die niet schaken, dat mag niet. Hè. Dus ja, misschien heeft daar wel iets mee te maken. Misschien gaan ze wel iets doen Queen's Gambit-achtig, want het podium is trouwens bekendgemaakt van Eurovision. Het is een kruisvormig podium. Ik weet niet wat ik mij wel moet inbeelden, maar kijk, ik zal het volgende week zien. Een kruis? U weet niet. Maar ja, echt een kruis. Ja. Een maalteken. Zoals in de mensen komen... Nee, geen maalteken, een plusteken. Een plusteken. Ja. Hey, mensen komen van achter de videowall, komen ze het podium op. En zo hebben dan catwalk. Ja, maar hebben ook een zijdelings. Twee beentjes. Ja, twee beentjes aan de zijkant. Kan er wel eens iemand afvallen dit jaar, denk ik. Wie? Laat ons hopen dat het port... Nee. Oké, goed. Over naar het volgende land. Oké, okay, joe.